Nintendo Time, we gaan het hebben over Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Een game die in 1996 uitkwam. Beetje een rare combinatie, een co-op tussen Square Enix en Nintendo. Miyamoto zat wel uiteindelijk aan de eindhendel. Game scoorde hele hoge kritieken, ook veel mensen hebben dit gespeeld. En nu... wordt door veel mensen echt gezien als de beste game op de SNES ooit gemaakt. Ja, het was ook de laatste game op de SNES, als ik het hier goed zie. Ja, dus het is de laatste Mario game op de SNES die uitgekomen is. Vet. En ja, je weet wat Nintendo doet. Die rehashed hun games. Vaak wel, ik bedoel dat positief hoor, maar ze hadden zoiets van, oké, het is nu 27 jaar na dato tijd om deze game in een modern jasje te gieten. Ben ik het helemaal mee eens dat ze dat gedaan hebben? Ja. Ja, want ik, in eerste instantie had ik zoiets van, oh mijn god, weet je. Ik bedoel, het is een hele vette game. Ja. Sterker nog, als je bijvoorbeeld de cartridge zoekt, is het best wel moeilijk om die te vinden. Mm-hmm. Omdat dit is een van die games die heel veel geld waard zijn als je daar het origineel nog van hebt. Ja. Maar goed, ik ben echt fan doorgaans van wat Nintendo doet met hun remakes. Ja. Dan nemen ze vaak geen genoegen met een half af product. Dat hebben ze alleen maar gedaan met die Mario game. Ze hebben ze 3-4 Mario games, Sunshine en nog 2 andere games. Die kwamen uit toen voor de Switch. En dat ging helemaal nergens over. Dat was echt kut. Maar als ze ze echt opnieuw maken, dan is het fantastisch wat ze voor werk ze afleveren. Is het meer dan alleen een graphic overhaul? Hebben ze ook nog een beetje aan de gameplay element? Of hoeft dat eigenlijk niet? Omdat die game eigenlijk zo heel sterk. Want jij hebt de oude game natuurlijk ook gespeeld. Ik bedoel, Pas, moet ik eerlijk zeggen. En nu, omdat we deze hadden, heb ik de emulator aangezet. En ben ik hem nog even gaan spelen om te kijken of het is zo. Kijk, de tekst en het verhaal is allemaal hetzelfde. Daar is eigenlijk niks veranderd. En dat... het hoeft ook niet echt, want kijk, sowieso het verhaal is super simpel, weet je. Je moet Mushroom Kingdom redden. Ja, en, van de Smithy Gang. Deze keer staat Bowser soort van aan je kant. Ja. Die mag je ook, daar mag je ook mee in je team knokken. Het is een klassieke RPG, echt zoals je dat vroeger had. Turn-based, met levelen en damage en allemaal dat soort dingen. En dan met de karakters uit het Mario-universum. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja, je loopt zeg maar door de wereld heen. En op een gegeven moment kom je iemand met wie je moet battlen. En die klik je aan. En dan kan je een arena en dan ga je een battle doen. Ja, het is geen hele lange game. Ik moet zeggen, het verhaal vind ik heel leuk. Vooral omdat het extreem quirky is. Mm-hmm. Je ziet opeens hoe weinig tekst er in Mario games zit, normaal gesproken. En dit was natuurlijk geen Nintendo game. Dit was een Square Enix game. Ja. En dat er zit heel veel tekst in, omdat dat in Square Enix games altijd zit. Ja, dus het is natuurlijk ook. Zij zijn natuurlijk grootgebracht met Final Fantasy, wat natuurlijk fucking veel tekst had, inderdaad. En dit is echt die co-op, dus hebben dat voor een deel erin gelaten. Nou, hier zit die tekst is nog steeds. En het is grappig, omdat het. Je verwacht het niet bij een Mario game dat er zoveel tekst is. En die tekst is ook nog eens een keer best wel leuk. Vaak heb je altijd ontzettende lost in translation vibe bij JRPG's. En hier valt het wel mee, omdat het gewoon, het is gewoon heel hoogwaardig geproduceerd. Het is echt tof. Dus dat. Dat is één. Je vraagt, zijn er aanpassingen? Er is bijvoorbeeld één voorbeeld van een kleine aanpassing. Is dat je als je een aanval doet. Dus je hebt dan die turn-based typische RPG battles. Je kunt bepaalde aanvallen een beetje timen. Dan zie je een soort uitroeptekentje staan. En dan moet je op een bepaald moment drukken. Die timing, dat zat er ook al oorspronkelijk in. Alleen dat was veel moeilijker. Omdat je dat uitroeptekentje niet zag. Ja. Dus je werd niet gecoacht in hoe je dat moest timen. En dat, dat is eigenlijk het enige. Daarin is het gewoon makkelijker. En dat, voor de rest is het gewoon echt letterlijk een remake van iets wat al een keer gemaakt was. Maar ja, ik heb het zelf gespeeld. Ik vind het leuk. Je speelt het in ongeveer, 12, 15 uur heb je het uitgespeeld. Ik heb het ook met mijn kids gespeeld. En wat ik daar heel erg leuk aan vind, is dat dit was de eerste keer dat ze een RPG speelden. Mm-hmm. En dat, dat viel heel erg in de smaak. En ik denk dat het alles ermee... Dit is trouwens ook nieuw, dat je die cutscenes hebt met die aanvalsmoves. Maar je merkt gewoon aan alles dat het een... ontzettend toegankelijk is, omdat het Mario is. Ja. En dan zie je toch gewoon wat een kracht eruit gaat van dit van die franchise. Weet je, dat is echt zo sterk. Ja, het
de moeilijkheidsgraad ligt gewoon ietsje hoger dan bij een gewone Mario platformer. Dus wat dat betreft is dat ook voor kids weer wat uitdagend. Gaat net even weer een stapje verder. Het is niet verder. Een moeilijke game hoor. Het is echt nee, maar je moet. Dit is een beetje schaken natuurlijk. Dus je moet eventjes Het is echt makkelijk. Ja? Ja, je kan ook maar levelen tot level 20. Het stelt echt geen reet voor. Maar, het is, maar vind het... je niet dat ze dan wat... soms wat, want dat is een beetje een kritiek die je dan wel hoort van de hardcore Nintendo fans. Van ja, weet je wel, maak het toch ook wel eens wat moeilijker voor ons. Nee, ik denk dat het... weet je, het is wat het is. Je moet er ook niet te veel over... Kijk, want als XCOM zo was geweest, had je het afgebrand. Ja, oké. Okay, maar dit is... de lol hiervan zit hem in dat... met Mario in dat Mushroom Kingdom rondlopen... en die wereld ontdekken. Mm-hmm. Dat is leuk. Ook al is het zo lineair als de pest... en is het verhaal wel simpel... toch heeft het een extra vorm van diepgang... ten opzichte van de andere Mario games. En als je Mario al kent of je speelt Mario thuis al... Mm-hmm. Nou, hartstikke leuk, man. Dat is alleen maar tof. Hoe verklaar je dat Nintendo hier eigenlijk nooit... veel verder mee is gegaan? Is dat omdat de RPG voor hun een soort van... een gebied is waar zij zich nooit in hebben verdiept. Dus hebben ze iets van, ja, als wij het niet goed kunnen... gaan we het ook niet een beetje half bakken doen? Ja, ik denk dat dit een niche was voor Nintendo. Dat merk je nu ook. Weet je waar ik dat ook aan merk? Mm-hmm. Dat de tekst niet in het Nederlands is. Ja. Dus de game is in het Engels. En Nintendo vertaalt bijna al hun games. Weet je, die zijn altijd ook in het Nederlands, maar deze niet. Ja. En dat maakt het wel lastig als je bijvoorbeeld, weet ik veel, als jij 6, 7 jaar oud bent en je denkt, nou, ik ga de Mario RPG. Ja, dan heb je dus een probleem, want er zit zoveel tekst in, je snapt daar niks van. Nee. Dus dat, je moet wel Engels kunnen om hem te spelen. Ja. Daarin zie je ook al wel van, nou goed, weet je, de development die erin is gegaan, het is allemaal beperkt gebleven. Mm-hmm. Het is, ja, het is, en misschien is het in die zin wel moeilijk als je jong bent, maar weet je, als je Engels kan, is het niet zo heel moeilijk. Vind je het, is dit gewoon een remake zoals een remake moet zijn? Of denk je van, oké, het is voldoende gedaan, het is gewoon tof gedaan. Maar ze hadden er misschien wel wat meer aan kunnen doen. Het is een beetje toch 1-op-1 overgezet. Nee, ik vind het. Ik vind dit is hoe een remake moet zijn. Dus het moet grafisch moet het eruit zien als een moderne game. Dat doet dit. Het heeft toch de ziel van de oorspronkelijke game meegenomen. Ja. En die twee dingen zijn gewoon heel goed samengekomen. En dat. Ik weet niet. Ik vind de game op een bepaalde manier charmant. Ja. Ik vind het leuk zodra je te maken hebt met echte. Personages uit het Mario-universum. Weet je, veel vijanden die je tegenkomt zijn echt uit het Mario-universum. Maar veel vijanden ook totaal niet. Hier, deze haaienman die we hier zien bijvoorbeeld. Ja. Ze zijn er aardig op deze kerel ook. Er zijn een heleboel, die heb je nog nooit eerder gezien. En dat zijn echt Square Enix-personages. Ja. En je voelt gewoon aan alles dat die staan qua design best wel ver af van de Mario. Mm-hmm. De Nintendo-personages zijn zo goed ontworpen. Ja. En Square Enix is daar gewoon minder goed in. Niet dat ze slecht zijn, maar gewoon minder nee, goed. Ik heb dat ook altijd een beetje met Kingdom Hearts. Dat is dan hun collab met Disney. En die Disney-characters van Minnie en Goofy zijn veel, beter. Veel sterker dan hun eigen characters. Kopen budgetbak of slopen? Ik zou zeggen kopen. Het is een full price game. Het is duur. Je moet je ook rekening houden met het feit dat de game niet al te lang is. Mario kan maar tot level 20 levelen. Je bent er max 15 uur mee bezig. Waarschijnlijk heb je het al eerder uitgespeeld. Desalniettemin is dit videogame geschiedenis. Opnieuw gemaakt. Dit verdient een aankoop. In ieder geval voor alle Mario en Nintendo fans. Stel nou, je moet kiezen tussen Super Mario Wonder, die laatst is uitgekomen, en deze. Mensen hebben geld voor één. Ja, Wonder. Omdat je verwacht een platformgame. En Mario Wonder is een fantastische platformgame. En dit is gewoon iets anders. En en daarin vind ik het gewoon sterk. Ja. Oké, goed. Dit soort games blijven heel lang speelbaar. Ik ben benieuwd of Nintendo nog heel veel andere games, grotere games, ik gaat uitbrengen op de Switch. Ja, jij denkt dat ze nog... Ja, gaan ze gewoon doen. Ja, pas najaar. Ja, ik denk dat een najaar toch aan de Switch 2 zo langzamerhand gaan beginnen. Maar ik denk dat de Switch 2 backwards compatible gaat zijn. Okay. En dat gewoon dit soort games ook gewoon hartstikke mooi blijven op de Switch 2. Of mooier zijn zelfs. Precies. Games van Nintendo zijn altijd waardevast, dus mocht je nu maar één Mario game, dan kun je altijd gewoon over een paar maanden halen. Is die net zo leuk in ieder geval. De Super Mario RPG dus.